Er komt een nieuwe tariefenstructuur voor elektriciteit, welke gebaseerd zal zijn op een vast basistarief en een verbruikerstarief. President Chandrika Prasad Santokhi liet vandaag in de Nationale Assemblée weten dat met dit besluit de kleine verbruikers worden ontzien, terwijl de grootverbruikers zwaarder belast zullen worden. De verandering van de tariefenstructuur is nodig omdat er per jaar meer dan 1 miljard SRD aan subsidie wordt betaald voor elektriciteit. Dat komt neer op een gemiddeld bedrag van 2000 SRD per jaar per persoon. We moeten naar een eerlijk tariefenstelsel, meneer de voorzitter. De hoogte van het basistarief wordt gebaseerd op het type aansluiting. Huishoudens zullen basistarief betalen, meneer de voorzitter, vanaf 216 SRD per maand. De grootverbruikers zullen een hoger basistarief betalen afhankelijk van het aangesloten elektrisch vermogen. En daarnaast komt er een verbruikstarief dat gebaseerd is op de reële kostprijs van de elektriciteit. En dit verbruikerstarief varieert tussen 1,05 SRD per kilowattuur en 1,21 SRD per kilowattuur. Maar het belangrijkste is, meneer voorzitter, dat de objectsubsidie zal worden vervangen door subjectsubsidie. En dat betekent dat de elektriciteit zelf als object wordt gesubsidieerd, dat de elektriciteit zelf niet als object wordt gesubsidieerd, maar de kleine verbruikers als subject zal worden gesubsidieerd. Zo voorkomen we dat grootverbruikers, vaak mensen die het wel kunnen betalen, ook subsidie krijgen en wordt ervoor gezorgd dat de gewone man wel gesubsidieerd wordt. Tot zover president Chandrika Prasad Santokhi vandaag op de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Hij zegt dat er diverse maatregelen worden getroffen om de druk op de samenleving te verlichten.